In deze aflevering breng ik wat beweging in de zaak. Dit is een foto van een snelrijdende auto, maar met een extreem hoge sluitertijd. Als ik gewoon eens even ga kijken met welke sluitertijd die gemaakt is, dan zie je dat dat een 8000ste uh, was op een diafragma 1.4. Zou op zich niet mijn keuze geweest zijn, maar goed, het zij zo. Echter kunnen we wel veel meer beweging in deze foto krijgen. En dat gaan we doen met een blur. En we gaan een blur maken die de auto van links naar rechts laat bewegen. En we laten de wielen draaien. Hoe ga ik dat doen? Om te beginnen knip ik de auto uit. En zoals je aan de rechterkant ziet staan er twee lagen. Heb ik dat al gedaan? Dit is de uitgeknipte auto. Als je een beetje inzoomt en je. ...selecteert bijvoorbeeld de magnetische lasso, dan zou je dit gewoon zo helemaal op je dode gemak voorbij kunnen gaan en zo de auto kunnen selecteren. Dit is wel belangrijk, dit is wel belangrijk om even te doen waarom, dat ga je zo meteen ook zien. Je snapt het meteen als de auto niet uh, losgeknipt is. Het is echt wel een tijdrovend karweitje en daarom heb ik het al gedaan. Want ga ik bijvoorbeeld naar de lager onder en ga ik hier meteen een blur opzetten. Een vervaging, bewegingsonscherpte. En ik kies voor ik noem maar wat. Oké. Okay. Dan zie je dat mijn auto ook onscherp is. En dat is juist nou net niet de bedoeling. Die auto moet scherp blijven. En daarom knip je hem dus uit en heb je hem erboven staan. Je ziet dat dit in feite al een heel stuk beter is. Alleen dit heeft nog wel een ander probleem. Je ziet bijvoorbeeld aan de voorkant dat er een soort ja spookauto ontstaat. En ook aan de achterkant. Zie je dat het niet klopt? Je ziet dat er nog een half achterlicht bij komt. En dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ik maak deze stap even ongedaan. En ik ga deze laag om te beginnen eens dupliceren met Ctrl J. Ik zet even de laag met mijn gekopieerde auto uit. Zodat ik echt alleen maar deze laag zie. En ik pak gewoon heel simpel de Lasso-tool. En ik... ik ga even om mijn auto heen. Komt even niet zo heel nauw. Mag er best gewoon een beetje naast. En ik maak zo een selectie om de auto. Nou, nu ga ik de auto gewoon weghalen. En dat doe ik gewoon heel simpel door Bewerken en Vullen te selecteren. En dan klik je voor Inhoud Behouden. Meestal staat dit op voorgrond- of achtergrondkleur. Maar je kiest in dit geval voor Inhoud Behouden. En wat Photoshop dan gaat doen: hij gaat de auto weggooien. Kijken naar de rest van de foto. En kijken hoe die dat in zou kunnen passen. En ik krijg dit vervolgens als oplossing. Nou, dit is op zich nog helemaal niet zo slecht. Natuurlijk die weg in het midden, dat klopt niet, maar dat maakt niet uit, want je ziet daar staat een auto overheen. Nou, en dit is een laag, daar kunnen we natuurlijk wel wat mee. Ik druk op Ctrl D om de selectie op te heffen en ik zet mijn auto nog even aan. Ik zorg dat mijn laag is geselecteerd waar ik de auto dus straks heb weggehaald en ik ga wederom naar Filter, vervagen en bewegingsonscherpte. Nu heb ik hier verschillende opties in. Ik heb een hoek en ik heb een afstand. De hoek bepaalt welke lijn er gerekend wordt en de afstand bepaalt hoeveel de pixels verschoven worden. Ik klik bijvoorbeeld even willekeurig iets aan. Nou, 90 graden. Dat betekent dat ik van boven naar beneden ga of van beneden naar boven. En je ziet eigenlijk wat er gebeurt. Zet ik de afstand op 1, dan gebeurt er vrij weinig. Maar zet ik de afstand wat hoger, dan zie je dat er bijvoorbeeld pixels van boven naar beneden verschoven worden. Let maar eens hieronder op bij dat, bij dat stukje gras. En ga je dat helemaal overdrijven, wordt het natuurlijk een puinhoop. Maar de hoek die ik wil hebben, in dit geval ga ik die een beetje spiegelen aan de horizon. En dat is de lijn die hier van achter loopt. En je ziet, hij loopt net niet helemaal recht. Dus ik vind min 4 wel een aardige hoek. En wat ik als afstand creëer, dat is maar net de snelheid die ik erin wil gaan leggen. En nogmaals, ga je te hoog, dan wordt het niet vrij. Je ziet dat de hoek eigenlijk net niet perfect is. Zo is hij ietsjes beter. En de afstand die ik ga hanteren, dat is nou, in dit geval 176. Nee, is te hoog. 138. En je klikt op OKé. OK nu ziet het er op zich al wel uh, vrij goed uit de auto staat nog steeds stil de achtergrond is bewogen maar als je het vergelijkt met de originele foto dan hebben we in ieder geval al meer snelheid alleen moeten mijn wielen ook nog ronddraaien want een auto zonder ronddraaiende wielen dat is een beetje uh, ja fake natuurlijk en ja alles hierin is fake maar goed het zij zo ik ga de laag omzetten naar een slim object dat betekent dat ik in een later stadium altijd nog terug kan en wat ik nu wil doen, is eigenlijk gewoon dit wiel rond laten draaien en de rest van de auto niet. Kan op zich vrij eenvoudig. Doe ik weer bij filter. Maar in plaats van een filter te kiezen bij vervagen, zoals radiaal vervagen, ga ik nu naar gallery vervagen en kies ik voor draaien vervagen. En je ziet, ik krijg een, ja, een klein beetje een soort van nieuw venster. En daar staan verschillende dingen in. Ik zoom even een klein beetje uit zodat je beter ziet wat er gebeurt. Ik krijg om te beginnen een mooie cirkel in het midden. En dit is mijn vervaging. Die kan ik in het midden oppakken en verslepen naar mijn wiel. En ik kan aan de randen ook gewoon alles oppakken. Zoom ik weer gewoon een klein beetje in. En je ziet wat er gebeurt. Ik krijg een vervaging in deze cirkel. En dat is even waar het om gaat. Nou, die maak ik dan ongeveer net zo groot als de velg. En je hebt er ook puntjes in staan. Deze puntjes dat zorgt eigenlijk voor een verloop. De vervaging vindt plaats binnen de puntjes en dan is er een netjes verloop tot aan het randje van de cirkel. Goed, aangezien dit niet echt een verloop nodig heeft, kan dat gewoon een beetje kleiner. En ik pas de cirkel aan dat die in ieder geval qua hoogte binnen mijn velg valt. En als je er aan de rechterkant wat naast zit, dan maakt niet uit dat is zwart, dat ga je toch niet zien. Nu heb ik de uh, velg uh, geselecteerd. En met de hoek vervagen kan ik bepalen hoe snel dit rond moet draaien. Zet ik dit bijvoorbeeld maar op een klein beetje, dan zie je dat het nog een beetje uh, uit balans is. Dus het moet ongeveer overeenkomen qua snelheid met de, met de vervaging van buiten. En ik vind 88 wel een aardige. Nu heb ik echter ook nog achter een vellig en daar wil ik eigenlijk gewoon hetzelfde op. Het is heel simpel, deze cirkel kan ik gewoon kopiëren door Ctrl en Alt ingedrukt te houden en in het midden gewoon de cirkel te gaan verslepen. En ook hier geldt dat ik hem aan moet passen naar wat ik daadwerkelijk vervaagd wil hebben. Maakt even niet uit dat ik ook een stuk zand mee selecteer, dat ga ik dadelijk gewoon met een masker uitzetten. Maar het gaat vooralsnog gewoon om de velg. En als je tevreden bent klik je bovenop oké. OK. Goed, zoals ik het net al zei dat zand wat mee vervaagd is. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus ik ga gewoon met een zwarte kwast even over mijn velg heen. En vervolgens maak ik de kwast wat kleiner. En selecteer ik het wit. En kies ik alleen de velg. Nou, je ziet dat mijn selectie niet helemaal perfect op de rand heeft gelegen. Geen probleem, het is een slim filter. Dus ik dubbelklik op galerie vervagen en ik kom gewoon weer terug in het filter. Ik kan hem een klein beetje hoger leggen en ik druk op OK. En vervolgens kan ik met mijn laagmasker wat aanpassingen maken en is het allemaal wel goed geregeld. En dat geldt natuurlijk ook voor de voorste. Het heeft geen zin om hier dat hele kleine stukje bumper mee te vervagen. Dat hoort er gewoon niet bij. En zo simpel is het dus om een auto in beweging te krijgen. Een paar stappen in Photoshop om dus gewoon de achtergrond te vervagen en de wielen te vervagen. En je hebt van een uh, sluitertijd van een 8000ste zitten we nou bijvoorbeeld op. Ik noem maar wat een 60ste. Uh, Dank voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.